Hey Waterman, leuk je kijkt naar de Korte Week Horoscoop. En deze week is het voor week nummer 23. Ja, het is van maandag 7 juni tot en met zondag 13 juni. Van de kaarten schudden om te kijken wat week 23 voor de Waterman gaat brengen. Dan lijkt het Waterman alsof deze week voor jou een week is waarin je heel erg gaat proberen om een bepaald evenwicht te bereiken. En dat lijkt deze week even wat lastig te zijn. Ik heb het gevoel dat er heel wat dingen op je pad gaan komen, maar dat het even een bepaalde vorm van rustperiode gaat brengen. Alsof je ergens je ontzettend op verheugd had en het net nog niet de tijd gaat zijn. Het hoeft zeker niet te betekenen dat van uitstel afstel gaat komen, maar ik heb wel het idee dat je even een soort van rust mag gaan nemen of misschien wel moed gaan nemen, want het komt je eigenlijk niet zo uit. En dat je dat nog best wel een beetje een pittig stuk kan vinden. Je vindt absoluut wel weer het evenwicht, want dat is ook wel de kaart die ermee begint. Maar je zou eigenlijk wel wat meer bepaalde dingen willen doen, maar het lijkt deze week voor jou niet de tijd daarvoor te zijn. Pak dus gewoon wat lekker dat boek. Ga die film eens kijken of neem eens een keertje extra rust of ga die tuin in de tuin aan de slag. Maar het lijkt deze week niet de geschikte week te zijn om heel erg actief buiten de deur te gaan zijn. Dit was alweer de Korte Week Horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.